En dan word je hier of een derrotje hoor. Of een derrotje. Oh, en de Paco wordt ingesloten. Ik word ingesloten. Paco gaat dood. Paco is dood. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video hier op het kanaal Floris. Laat ons een like achter. En ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer zeker op mijn kanaal voor meer video's. Maar vandaag spelen we Brawl Stars. Ik heb er heel veel zin in. Het is best wel een speciale video nu. Want we gaan heel wat dozen openmaken. En ik heb daar in ieder geval heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. We gaan dus heel veel dozen openmaken. Of boxen. Of hoe jullie het ook noemen. Ik heb er namelijk 14 heb ik er klaarstaan. Ik heb er 14 klaarstaan. Ik heb er heel veel zin om open te maken. En zoals jullie zien ben ik wat gepusht. Want ik heb nu 865 cups. En ik ben gewoon een beetje met een paar knokkers. Ik ben met Nita naar 100 gegaan. Ik ben met El Primo naar 100 gegaan. Daryl bijna 100. En met Bardi heb ik nog een beetje gepusht. En ik ben nu een beetje met Colt aan het pushen. Dus dat is allemaal heel erg nice. Ik hoop een nieuwe brawler te krijgen in deze video. Dat zou wel heel erg chill zijn. Wij gaan ze allemaal openmaken. En volgens mij is die linker wat specialer. Dus we doen eerst die andere. En ik heb hier ook nog een doos. Een grote doos. En dit zijn dan kleine dozen denk ik. Wij gaan ze in ieder geval openmaken. Ik heb er zin in. En let's go. We beginnen met deze natuurlijk. 12 maar liefst. Heel erg ziek. Ik heb er echt heel veel zin in. En dit is de allereerste dus. Oké, munten. Wat krachtpunten van Daryl. En wat krachtpunten van Boel. En een evenement ticket. Dat is volgens mij best wel chill, die evenement ticket. Gaan we nog wat door. Munten, krachtpunten. Daryl kan naar boven, dat is chill. Dat is heel chill. Daryl gebruik ik af en toe ook wel, dus dat is fijn. Weer wat munten. Een Boel en een El Primo. Nice. Oké, dan gaan we door. Nog geen nieuwe brawler helaas, dus dat is jammer. Munten, Nita en Poco. Oké. Ik zeg heel vaak Paco, maar het is Poco natuurlijk. Hij valt nog een beetje tegen allemaal voor mij. Dat vind ik nog niet zo heel chill allemaal. Bardi en Boel. En Edelsteen. Oké, best wel een chille bonus item nu. Maar ik hoop toch nog echt op een nieuwe brawler. Dat kan best. Want ik heb volgens mij al een keer in deze kleine chest een brawler gekregen. Helaas, 6 nog te gaan. 6 nog te gaan. Munten. Nou, Daryl heb ik helemaal niks aan. We kunnen nu eventjes accepteren. We kunnen nog eventjes doorgaan. Gaan we straks met deze gasten online. Munten. Shelly en Nita. En bonus tickets. Nice. Voor de rest kan ik nu alleen Daryl nog uppen. Die gaan we even uppen. Zo, bam. Dan gaan we nog even door. We hebben nog zes chests. 6 chests nog. Oké. Munten. Boel. Oké, wat is de bonus? Tokenverdubbelaar. Dat is heel chill. Oké, dat is heel erg chill. Want dan krijgen we sneller een nieuwe chest, hè. Oké, gaan we door. Munten. Krachtpunten. En geen bonus ding. Dat is jammer. Gaan we nog even door. Munten. Yes, die kan omhoog. Oké, nice. Die heb ik nog niet gebruikt. Ik ga trouwens even wat nieuwe mensen alvast inviten. Die bijvoorbeeld met jou. Even kijken. Oh, die beeld niet. Voor straks namelijk. Ik heb niemand gevraagd, dus we gaan gewoon kijken wie joint. Gaan we nog even door. Munten. Daryl. En Shelly. Oké. Het valt allemaal wel een beetje tegen. Doen we nu de grote doos? Ik hoop nu wel echt op een nieuwe brawler. Kom op. Munten. Daryl. 11. Dat is wel chill. Bardi. 16. Die kan ook naar boven. Oké, nu moeten we gaan. Nu moeten we ervoor gaan, jongens. Nee, en een nieuwe Edelsteen. Oh nee, dit valt zo tegen. De allerlaatste van een grote doos. We gaan het zien, jongens. Munten. Boel. Jessie weer. Daryl. Evenement. Oh, we hebben zoveel pest. Oh, we hebben nog een knokdoos. Oké, we hebben nog een knokdoos. Let's go. Hopelijk zit daar wat in. Munten. Boel. Shelly. Wauw, dit is echt heel slecht. Verzamelen. Bam, showdown. Oké, nog een keer showdown. En dan gaan we even dit verzamelen. En dan gooi ik alles op Bardi. We gooien alles op Bardi. Ik weet niet waarom, maar ik gooi op een of andere manier alles op Bardi. Want mensen zeiden dat je alles op eentje moest gooien. En Bardi is best wel goed volgens sommigen. Dus daarom gooi ik hem op Bardi. Gaan we dit eventjes allemaal pakken. Zo, let's go. Die kan nog eentje hoger, Jessie. En dan is dit alles. En dat is mijn hoogste kracht nu. Shelly. En voor de rest is Jessie en El Primo het laatst. En Daryl ook. En Bardi is ook wel hoog. Nou, dan gaan we eventjes online spelen. Premie. Ik ben de laatste tijd ook heel veel aan het oefenen met... Brawl Stars. Ik wil gewoon steeds beter worden. Trouwens, ik speel nu op de iPad. Vinden jullie de iPad chillere layout? Of vinden jullie het chiller als ik op mijn mobiel speel? Laat zeker achter in de comments. Wij gaan nu met Colt. Ik ben nu een beetje met Colt aan het pushen dus. Maar ik ben echt de laatste tijd veel meer aan het spelen. En ook steeds beter aan het worden. Want ik kon er niet tegen dat jullie me allemaal slecht noemden. Dus daardoor wou ik beter gaan worden. Dat is een beetje, mooi. Dat is een beetje de gedachte er dus achter. Let's go. Ja. Oh, mis. Nice, die is dood.
En Papoko gaat ook via die kant. En dan gaat dat dingetje, die is ook dood. Oh, die heb ik niet vermoord dan. Dat is wat minder dan. Nee, maar ik ben echt beter aan het worden nu. Of in ieder geval, ik doe mijn best. Ah, nee, dat is zijn best. Dit is zeker niet zijn best. Jij gaat bijna dood. Ah. Nee, oh, die heb ik heel erg mis, zeg. Wow, wat miste ik. Oh, hè? 1, wat gebeurde hier nou weer? Opeens was ik in één keer dood en nu gaan we bijna verliezen. Ach, nou, ik heb gelukkig mijn special, die ga ik zo gebruiken. Even als ik een belangrijke kill moet maken. Nu dus. Dat deed wel heel wat damage, maar niet genoeg. Dan heb ik weer mijn special. Dan wacht ik heel eventjes hiermee. Dan ga ik die Frank. Voor mij is die Frank. Ik heb hem zelf nog niet, maar voor mij is die Frank. Ah, dit was heel noep. Dit was wel even wat noeper. Oh, we gaan het verliezen, jongens. Oh, nee. Waarom zie ik ook die heel ding hier? Nee, ik vind dat helemaal geen goede plek. Veel te veel naar achter. We moeten nu eerst naar voren. Oh, nee. Oké, die is dood. Maar... Oh my god. 92. Hielen. Ik ga ze op afstand houden. Komt allemaal goed. Oké, ga nu die special doen. Bam. Frankie is niet dood, maar Frankie is wel weak. Frankie moeten we op afstand houden. Yes, Frankie is dood. Moeten we die rare vogel ook nog even killen? Kom op. Ik ben even nu echt in concentratie, hoor. Ik ben nu op concentratie. Pakeltje gaat niks doen. Bam. Dan gaan we dit even killen. Ah, ik dacht dat hij naar links loopte. Je moet bij kop moet je een beetje gokken welke kant je denkt dat ze op gaan lopen. Dat is best wel handig namelijk. Want als je dat doet... We hebben dit potje binnen. Let's go. Je moet hem... Oh, nee, hè? We zijn laatst met dood gegaan. Wat is dat? Had ik ze vast? Nee, als ik ze vast had, word ik echt gek. Ik was helemaal niet aan het opletten. Voor mij had ik allemaal niet van die dingen vast, hoor. Ja, die is dood. En Frank is dood. Kijk, we zitten nu al echt kills aan het maken. Misschien zijn we wel startspeler aan het worden. Oh, slecht. Nee, je moet een beetje gokken met Colt. Welke kant hij op gaat lopen. Want hij gaat natuurlijk één rechte lijn. Het is lastig om mee te lopen. Nee, we zijn niet sterspeler. Het is lastig om mee te lopen met Colt. Dus daarom moet je gewoon proberen om aan een rechte lijn en een beetje gokken. Kijk, als je denkt dat hij naar links gaat, moet je naar links spelen en anders niet. Maar ik ben zo weer terug bij het volgende potje. Oké, tweede potje. We doen nu duo showdo met deze boy. Ik weet even kijken hoe die heet. Maar ik had gewoon random mensen die in mijn friendlist staan, die accepteer ik. En mensen die in de club zitten, accepteer ik ook. Dus je moet maar geluk hebben dat je met mij speelt dan. We gaan dus nu dit spelen. Ik speel nu met Colt. En ik weet eigenlijk niet of Colt heel goed is in deze dingen. Ik was Colt net, omdat die Colt heel sterk was in de... Oh my god. Pak hem. Top. Ik deed Colt net, omdat hij heel sterk was in de jam grab waar wij net speelden. Want dan zet me op lange afstanden en daar was hij heel sterk mee. Dus daarom speelde ik net Colt en nu speel ik nog steeds Colt. Maar ik weet eigenlijk niet of dat goed is. Maar ik dacht, weet je wat, ik ga niet heten met andere brawlers doen. Let's go, die is ook down. Top, dit gaat heel lekker. Daryl, kom maar Daryl. Daryl gaat even weg, want Daryl durft niet. Nou, op zich is het wel best wel goed om bij die turren te blijven waar we dus geheeld worden. Maar Daryl is nu in zijn eentje en daar komt zijn maat. En die moeten we op afstand houden. Die moeten we heel zwaar op afstand houden. Oh nee. Oh, 700 levens. Oh nee. Ik moet hem pakken. Yes, ik heb hem. Let's go. Dat is een mooie kill. Een hele belangrijke kill. Dat is ook een mooie kill. Ik ga wel lekker, jongens. Hij moet wel even een beetje levend blijven, die boy. Maar hij heeft best wel veel levens, zie ik nu. Hij heet Freek. Freek. Nice, Freek. Oké, we gaan even dit gewoon winnen. Want ik ben nu al een stuk beter dan vorige keer. Omdat ik dus ook met Freek speel. Freek is ook gewoon goed, denk ik. Want hij maakt wel lekker wat kills. En dat is niet dood gegaan. Hij maakt heel wat kills. Nee, maar ik ben ook wel echt beter geworden. En ik ben ook heel erg aan het oefenen. Ik weet dat je daar aan het hoekje zit. Ik weet dat ik jou nu moet chasen. Want ik weet dat jij een shotgun hebt. Freekie, hoe gaat het allemaal met jou dan? Oké, tof. Freek gaat goed. Met Freek gaat het helemaal goed. Dus dat is fijn. Nice. En dat is helemaal niet fijn dat hij nu onze turret kapot maakt. Dat is ook helemaal niet fijn. Blijf jij eens even heel graag van onze turret af. Oh nee. Daryl moet er niet in de buurt komen. Ga ik even kijken of ik hier doorheen kan cheeken. Nee, dat lukt niet. En Paco komt in de buurt. En Paco wordt geraakt. 600, top. Dan moeten we nu even oppassen. Want in deze bosjes kan er opeens een shotgun boy voor je staan. En dan word je hier of een derrotje. Oh, en de Paco wordt ingesloten. Paco gaat dood. Paco is dood. Jesse is dood. Oh mijn god, hier gingen we lekker, jongens. Hier gingen we heel lekker. Zo dat ik zo'n schil. Plus 7. Wow, hier gingen we lekker, hoor. Hier gingen we echt even heel chill. Freek, wat ben je aan een baas? En ja, het gaat gewoon lekker met Colt. Het gaat heel erg lekker, zeg. Jongen, wat gaat het lekker. Oké, mooi. Dat was echt een heerlijk potje. Daar maakte ik 2 hele belangrijke kills. Of eentje en deed opeens heel veel damage. Dat kan ook. Ik weet het niet precies. Maar het zag er in ieder geval uit dat het heel... Daar deed ik iets heel belangrijks. En Freek natuurlijk ook. Freek, respect naar jou ook, natuurlijk.
Ik kan die in mijn eentje. Nee, dit is best een goede combo zeg. Colt met deze boy, die heel boy van Freek. Nu even oppassen, die Daryl is bijna dood. Maar die Colt die heeft mij weer een beetje te pakken. Dat is ook niet zo best. Ik heb nu al die special. Die special voor Colt vind ik echt heel moeilijk om te raken. Oh, we gaan nu wel best wel veel dood, zeg maar. Heb je je turret al? Hij heeft nog niet zijn turret, denk ik. Dan ga ik even heel gauw dit doen. Oh, ik vind die special nog... Ik speel nog niet lang met Colt. Ik heb 70 cups met hem, 80. Dus ik vind die special nog wel lastig raken met Colt dus. We moeten niet bij elkaar, want dan kan die Colt ons allebei volgens mij raken. Oh, dit is helemaal niet best. Dit is helemaal niet best. Teamgenoot terug over. Ja, volgens mij zijn we nu lul. Ja. Ah, dit was een slechte potje. Dit was een minder potje. We doen er gewoon nog eentje. Jammer. Min 4. Ah, dit is de best. Nu moeten we... Ik heb het gevoel dat Freek er iets te veel op afging. Freek ging er voor mijn gevoel iets te veel op af. Waardoor ik ook een beetje in het probleem was. En ook een beetje meeging. En heel optimistisch cool ging doen. En dan ging het denk ik een beetje mis. We gaan even solo. Want Freek moest gaan. Dus we gaan nu even solo een potje doen. Met Colt is volgens mij niet te... Oh nee, dit is ook een hele slechte map voor Colt volgens mij. Ik zie heel veel bochtjes. Heel veel van die dingetjes. Oh, Barley, ga jij daar aan? Jij gaat er aan, Barley. Jij gaat er aan. Dit is echt een goede map voor Barley, inderdaad. Want hier, kijk, achter die muurtjes, dan kan hij gooien als een malle. Ja, kijk. Dit is echt een Barley map, zeg. Oh nee, dit is echt een Barley map. Dit is echt een hele slechte map. We gaan hierna gaan we nog even één potje met Colt. En dan pakken we even een map. Dit is echt een shotgun. Dit is echt een close quarter map. Kom jij even hier. Ah, nee, dan kan hij straks achter dat hoekje. Dit is echt eventjes... nee, dit is niet zo'n beste map voor Coltje. Colt is een goede jongen. Ja, hier zie je nog een shotgun. Hier zie je nog een Barley. Dat is waarschijnlijk dezelfde Barley. Ja, 2K. Ja, top. Oké, die Barley is dood. Nice. Dan gaan we even kijken hoe we dit gaan doen. En hoe we dit gaan regelen. Oh, ik moet afstand nemen van die shotguns. Die shotguns zijn gevaarlijk. Ik vind die special, zoals ik net ook al gezegd, van Colt wel lastig om te raken. En ik weet nu, ik heb ook nu iets meer informatie over alle brawlers. Oh, daar ging die special van Colt. En die ging niet zo best. Oh, nee, daar is ik iemand volgens mij. Wat is dit nou weer? Ik weet niet wat het is. Oh, hè? Oeh, een rage. Sorry dat ik dit niet wist, jongens. Oh, een El Primo rage ook. Bam, en El Primo is dood. Hij is dead, hè? Oh, het is een showdown nu. Colt tegen Colt. Ah, dat was slecht. Hij heeft de binnenbaan, dat het niet zo chill voor mij is. Wel kan ik nu deze dingetjes pakken. En hij gaat nu vluchten voor mij. Omdat hij dan de power heeft. Ja, dat is dus een beetje de tactiek. Ja, let's... Verslagen? Positie 2? Maar je zag linksboven dat ik hem killde. Wat de hel was dat? Dat was heel vreemd. Oké, doen we even nog één potje dan maar. Dat was heel vreemd, zeg. Wat de hel. Oh, we zitten nu weer met... we zitten weer met Colt. Dat is ook gewoon niet zo best met Colt op deze map. Alhoewel het net wel lekker ging, maar... Ik weet niet, ik had toch iemand nu... Ik zou nu echt een Shelly pakken of een... of die Shotgun Boy, die weet niet hoe die heet. Maar die zou ik wel pakken nu. Daar zie ik, boven zie ik iemand. Ik zie daar een Colt. En, oh, nou, best wel wat Colt. Een Poco, een killt een Shelly. Ik dadelijk wel... Oh, nee, dit is wel eng. Dit is wel een beetje eng. Ja, top. We raken hem hier heel goed. Hij vlucht voor mij. Dat had ik ook gedaan. Ja. Bam. Wauw, je bent echt heel slecht, vriend. Oh, nee. Ik ben ook slecht. Grapje. We kunnen wel echt lekker hier vluchten. Dat is echt chill aan deze map, zeg. Je kan hier echt als het moet heerlijk vluchten. Opa, die is ook dood. En deze moet ik afstand nemen. Want deze boy is gevaarlijk om dichtbij... Gevaarlijk is deze dichtbij. Kom maar, El Primo. Die Shotgun Boy is heel gevaarlijk, dit potje. Oeh, hij loopt weg van mij. Oh, dan gaat hij nu chasen. We hebben hem. We moesten afstand nemen van deze boy. Jongens, het komt er wel. Ik word er wel langzaam beter in. Moesten ze afstand nemen van die boy natuurlijk. Want die Shotgun Boy was net zoals Daryl moeten we ook. En El Primo ook. Er zijn twee knockers nog over waar we gewoon afstand moeten nemen. En als El Primo dan heel hard naar me toe rent, is ook niet zo best. Daar word ik ook helemaal niet vrolijk van. Als El Primo dan naar me toe rent. Oké. Daryl en El Primo tegen elkaar. Daryl, we gaan Daryl insluiten. Hij ontsnapt mooi daar. Kom je Daryl nog? Oh, dit is spannend. Ik heb de binnenbaan. Ik heb de binnenhoek. Dat is heel chill dus. Daar heb ik nu een special. Die kan ik nu gebruiken op Daryl. Is hij wel dood. Maar ik wacht nog heel even of ik die met Daryl wil gebruiken.
Oké, okay, nou, nu ben ik, ik showdown, maar hij heeft meer van die dingen en ik heb minder levens, maar hij pusht me niet gelijk. Ik ga die afstand proberen te houden. Komt hij nu op me af? Hij komt nu gewoon op me af. Dat is best wel prima dat je op me afkomt. Oh, nee. Ik heb weer een special, aanval. Kom je of niet? Ik zit in het midden. Kom je of niet? Je moet nu komen. En komt in de wind. Oh, dat is zo close. Ik had mijn special nog. We worden wel beter. We zijn eerste geworden. We zijn tweede geworden. 1-1. Even 1-1. Ja, free for all. Jongens, ik hoop nog nooit een video. Dit was de video. Ik ben steeds beter aan het worden met alle brawlers wel. Want ik ben nu gewoon heel veel aan het spelen. Ik zie jullie in de volgende video, jongens. En tot dan, mensen.